Oké, hij pakt die boom, maar wat is hij aan het doen? Hij gaat toch niet zelfmoord plegen, bro. Bro, doe het niet. Doe het niet. Gast, niet. Nee. Oh my god. Oh my god. Huppakee. Laat me jou pickaxen. THM YouTube, joh. Wat de fuck deed deze guy? Jongen, mensen, super leuk dat jullie kijken naar deze goede video op mijn kanaal Games for Real, jongens. En vandaag gaan wij lekker een solo potje proberen te winnen, natuurlijk. En ik ga alvast gewoon zeggen, waarschijnlijk heb je het al in de thumbnail en de titel gezien. Ik ben niet helemaal oké. Ik voel me fucking broke. Het is echt niet normaal, ouwe. En gelukkig is het wel ietsjes minder geworden dan gisteren. Want gisteren was het echt heel erg fucked up. Ik ben ook gisteren mijn hele bed niet uit geweest. Ik kon helemaal niks, jongen. Ik was fucking moe. En gewoon weer helemaal gesloten. Ik heb nog steeds wel last van mijn keel. Dus vandaar dat ik ook niet heel erg ADHD Dylan ben. Zoals ik altijd eigenlijk in video's ben. Dus dan weten jullie dat ik even vandaag iets rustiger aan ga doen. Maar dan mag de pret natuurlijk niet bederven. We gaan gewoon lekker een leuke video ervan maken. Dus ik ben trouwens in Veto geland. Ik land hier trouwens eigenlijk nooit. Ik dacht van, weet je, laat ik het gewoon een keer doen. En ik schiet per ongeluk een kogel weg. Dat is lekker slim. Alright. Ik heb trouwens niet echt opgelet of hier iemand is geland naast mij. Dus we will see. Daar schrikken we ons helemaal de pleuren, zou ik maar zeggen. Hey, kogels. Kijk, we hebben toch die kogel weer terug die we net opschoten. Alright, Veto Fields. Ik land hier nooit, dus ik ben best wel benieuwd hoe en wat alles werkt in deze stad. Ik zie wel dat er nog 79 man over zijn, dus het gaat redelijk snel met de mensen die doodgaan. Nice, minis. Kijk, we hebben toch iets van shields. Ik weet niet, man. Ik denk niet dat ik hier heel lang blijf zitten. Ik denk dat we het beste gewoon erop af kunnen gaan. Kijk, een large pad. Kunnen we lekker mensen pushen, dat is chill. Hierboven nog een kistje. Kijk eens aan. Goed, god. Oeh. Kijk, op zich, qua shield zitten we gewoon helemaal prima. We zitten gewoon lekker full shield. Dus dat is super dope. Ik ga toch even spieken of er iemand is geland, die man. Want nu ik full shield heb, een shotgun, een SMG en alles. Vind ik het eigenlijk best wel leuk. Juist! Er is gewoon iemand. Er zit gewoon iemand hier. Oké, lekker Dylan. Wat een goede trap. Ja, hij zit ergens bij dit gebouw, man. 100%. Of hij is die kant op gegaan. Nee, hij zit hier nog binnen. Ik hoor hem. Vriend, kom er eens even uit. Oké, als we deze keer... Volgens mij is dit de enige die hier is geland, trouwens. Oh my god. Hij is fucking low. Hij loopt hierheen. Hij loopt helemaal naar beneden. Deze kerel is fucking low. En hij is dead, dead. Kijk eens aan, jongens. Gewoon easy kill. Kill. Oh, het blauwe pump. Ai. Vandaar. Ai, chill. Eerste kill is binnen. Ik denk dus dat dit de enige guy was die is geland. Aangezien zie ik daar wel iemand omhoog bouwen. Ik weet niet of hij een sniper heeft. Fuck, waarom valt het niet? Ik zie hem daar lopen. Wat doet die guy? Oh my god. Oké, weet je, ik heb een launch pad. We gaan deze kerel achterna. Oh my god. Dylan, wat ben je goed weer. Oké, hij pakt die boom. Maar wat is hij aan het doen? Hij gaat toch niet zelfmoord plegen. Bro. Bro, doe het niet. Doe het niet. Gast, niet. Nee. Oh my god. Oh my god. Huppakee. Laat me jou pickaxen. THM YouTube, joh. What the fuck deed deze guy? Hij wou ook zelfmoord plegen, maar hij had gewoon letterlijk niet genoeg mats om die ramp hoog genoeg te bouwen. Wat een grappen maken, jongen. Ai, chill. Twee killetjes, jongens. Nou, zo kom je ze wat tegen in Fatal, zo te zien. Wat deden deze guys, jongen? Oh my god. Of die tweede guy. Die eerste guy probeerde nog wel te fighten. Trouwens, is dat nou open? Ja, volgens mij wel. Is er dan nog iemand daar geland? What the fuck? Ik ben daar in ieder geval niet geweest, dus ik heb geen idee. Maar we kunnen daar nog wel even kijken. Sowieso, daar heb je natuurlijk een torentje met heel veel mats. Dus daar gaan we ook even langs. Oh, weet, we hebben in ieder geval gewoon twee kills. Dat was lekker. Ik kan nog steeds niet geloven dat die kerel daar zelfmoord wou plegen, bro. Leave dan gewoon de game. Laat je deads gewoon, ja. Volgens mij boeien stats trouwens nooit zo erg als bijvoorbeeld in Call of Duty. Had je altijd KD. Had je zeg maar hoeveel kills en hoeveel keer je dood bent. Oh, trouwens, dit is nog niet geloot. Dat was blijkbaar gewoon gebukt omdat ik ver weg stond. Maar volgens mij boeien hier je stats niet echt, toch, jongens? Of ben ik de enige? Laat het even achter of jij dat wel boeit. En wat wel eigenlijk boeit, denk ik, is natuurlijk hoeveel wins je hebt. En ook volgens mij hoeveel kills je in het geheel niet hebt, per se. Maar misschien hoeveel kills je gemiddeld in het potje hebt. Ik denk dat dat nog wel interessant is om te weten, natuurlijk. Voor mensen die eventueel naar een organisatie gaan of weet ik veel wat. I don't know. In ieder geval, mij boeit het allemaal niet zoveel. Natuurlijk de winst wel een beetje. Ik vind dat wel leuk om te weten hoeveel winst ik heb. Maar de rest, ja. Hè, kills, ja. Ik maak gewoon genoeg kills per potje. Dat weet ik gewoon. Natuurlijk de ene game... Oh, sorry. Heb je 4 kills en de andere 20, weet je. Het verschilt zo erg per potje.
Maar dat is natuurlijk ook gewoon een beetje lucky. Van, yo, hoeveel mensen kom je tegen een game? Dat is ook natuurlijk een dingetje. Maar ik denk dat ik even richting Salty ga. Want, oh shit, er staat wel een Mac, man. Oké, ik weet niet of dat zo'n slim idee is. Ik heb wel 2 impulsnades om eventueel te vluchten als dat ding op me afknapt. Maar je weet maar nooit. Dus ja, we gaan wel gewoon even uitkijken hoe we die kerel gaan bepimpelen. Ik weet niet, zit er überhaupt wel iemand in dat ding? Ik heb geen idee. Ik pak in ieder geval al dit hout lekker. Kijk dan wat er loot hier ligt, man. Oh my god, impulsnades. Is hier iemand dood gegaan? Je zou denken van wel, maar what the fuck? Het ligt daar zo netjes of zo. Maar oké, het zal wel. Bro, kijk hoeveel hout je hier kan hakken. Is niet normaal. Ja, die Mac is goede mensen aan het killen waarschijnlijk. Oh my god. Ik weet niet, man. Ik vind nog steeds die Mac echt een onzin ding in de game. Maar oké. Het is Fortnite natuurlijk. Die denkt van ja, skill, wat is dat? Dat doen we niet aan. Ik wil toch wel even een beetje gaan mengen, denk ik, man. Ik heb op zich 4 impulsnades. Dus ik kan altijd wegvluchten. En we hebben veel hout. Dat is ook wel nice. Zo, man. Ik zeg je eerlijk, jongens. Gamen en een beetje hoofdpijn hebben is echt fucking niet slim, man. Ik heb paracetamol ingenomen om iets te kunnen nog in een video. Dus vandaar. Maar ja, het is toch even kut of zo, man. Oh my god, komt de kerel nou hierheen? En hij is... Huh? Hij is kapot. Oké, nice. Ho, kut. Ik edit er terug. Dat was niet zo slim. Die kerel is er niet meer. Chill. Ai, die Mac is gewoon weg. Dat is super chill. Nu kunnen we wel even Salty gaan pushen, I guess. Toch, boys? Even zien. Waar is dat ding nou? Ik hoor wel schoten hier en daar. Ergens bij dat huisje. Laat gewoon even een impulsnet gebruiken. Yeet. Oh my god. Je ziet wel even dat die Mac hier dit hele fucking gebeuren heeft gesloten. Zit er daar verderop, man? Oh, hij zit onder mij. Leuk. Was dat op mij? Geen één hit. Lekker. En hij valt dood. Lekker. GG. Ai, volgens mij zit er nog één. Ja. Wat gaat hij doen? Oké, ik blijf gewoon een beetje sprayen met die SMG hoor. Geen idee waar die kerel zit trouwens. Oh, hierin. Dat wist ik wel. En die is dead. Chill boys. Ai man, we spelen op zich wel gewoon lekker clean man. Dat is wel nice. Ja, ik hou mijn loot eigenlijk wel zo. Zo wel dikke prima. Waar is die kerel naar beneden gevallen trouwens? Oh hier, nice. Chill. 4 killetjes jongens, zo gaat het nice. Oh, sorry. Dat was even een neus ophaal momentje. Kijk eens, een blauwe AK. Nice. Zie je eigenlijk, kijk, sowieso één van die guys zat in die Mac van net. Ik heb geen idee wie van de twee, maar ik zeg je eerlijk, ze alle twee, sorry als jullie kijkers zijn doof. Maar speelde hier op dit moment niet heel erg goed. Zo zie je maar weer, ja, een Mac, ja, het is gewoon zoveel makkelijker voor diegene om dan kills te pakken. Dat vind ik altijd zo jammer. Maar het zit erin, we moeten het maar erbij neerleggen, zou ik zeggen. Waarom is mijn map zo? Dankjewel. Dus ja, hey, op zich, hoe het nu gaat, vind ik het dikke prima. 4 killetjes. Er zijn nog best wel wat mensen over, trouwens. Daar waren we toen straks geweest. Geen idee, we hebben wel echt chille mensen, hoor. Dit is wel echt dikke prima. Alright, 25 man over. Naast mij 24 natuurlijk, want jezelf telt ook mee. Even kijken hoor, wat kunnen we het beste doen? Ik zie daar een hoverboard. Op zich wil ik wel zo'n ding meenemen. Zo, ik merk echt even dat ik... ik weet niet man, het is even een wat ingekakkerende video zou ik maar zeggen. Maar beter dan helemaal niks toch jongens? Kijk, het is gewoon kut dat ik... ik had dit weekend heel druk. Ik was even met Anko, die was ook hier. En we dachten gewoon even een chill weekendje, weet je wel. En, maar... maandag moest ik naar school en dat heeft natuurlijk, dat was midden op de middag, dus ik kon niet in de ochtend opnemen, want ja, dan moet je heel vroeg je nest uit. En ik heb hier ook andere mensen die er nog wel slapen, dus dat kon ook niet. Het was een beetje een dilemmaatje en dan raak je letterlijk die dag daarna fucking ziek. Ja, dat is echt 3 keer niks dus. Dus vandaar dat er even een tijdje geen video's online kwamen. Maar ik ga het nu wel weer oppakken. Waarschijnlijk ben ik morgen nog weer beter dan nu. Dus het is nu gewoon even nog kut. En morgen is het waarschijnlijk wel weer over. Hoop ik in ieder geval. Ik ben nooit iemand die heel lang ziek is of zo. Maximaal 2 dagen. That's it. Hoe lang zijn jullie eigenlijk? Ik ben trouwens ook bijna nooit ziek. Dat is ook echt een dingetje. En dan 1 keer in het jaar of zo. Dan ben je dan weer echt fucked up gewoon voor 2 dagen. Ik word hier erg geschoten. Laten we dit ding maar weer droppen. Huppakeetje. Ik hoop in ieder geval dat jullie me wel goed hard kunnen horen. Want ik praat heel zacht namelijk. Omdat ik gewoon even, ja, mijn kill is echt fucked up, bro. Dus ik... Waar de heck? Oh, daar. Dus misschien dat ik even de audio wel wat harder van zichzelf zet. Dat is mijn kill.
meteen reloaden hoor. Welke Grape Maker zit er daar? Ik weet niet of hij een sniper heeft. Volgens mij was het een hunting rifle. Oké, ik hoor nog iemand daarachter, man. Oké, ik moet eerst deze guy onder mij even een goede pump geven. Mag die boom nog kapot? Jeetje, die doet dat. Woe! Dat bedoel ik. Ah, hij zit er beneden. Volgens mij heeft hij bijna... Oké, hij heeft wel met. Oh my god, dat was niet de bedoeling, gek. Maar oké, chill. Nice, dat is die. Kerel is dood. Bro, ik had niet verwacht dat hij mij er zo in liet flikkeren. Oh, die andere guy is ook dood. Nee! Hij is gesniped, 100% van ergens daarboven. Nee, man. Kijk, er zit allemaal loot daar. Hè, door wie is hij gekillt dan? Ik heb geen idee. Ik heb niemand ge... Oh, oké. Daar zit de knapie. Ha! Oh my god, hij leeft nog wel. Dat is een default, jongen. Kijk, hij zit er dan. Pong! 150. Godverdorie. Hij moet sowieso hierheen. Dus ik ga nu even op die andere guy snipen. Dat is ook wel leuk. Zo, ik hoor veel snipers, jongen. Hij moet sowieso gaan lopen. Wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Kom, laat je kopje zien. Dat was niet zo slim, vriend. Die andere guy leefde ook nog, dacht ik. Ik hoorde in ieder geval sniperschot van hier links ook. Kut, er komt een mech aan. Fuck. Oké, ik ben weg. De berg op. Oh my god. Ik moest sowieso naar de CSO. Maar die mech komt ook langzaam hierheen, man. Ik heb geen idee. Ik denk dat er nog iemand zit. Oh my god, die mech. Verschrikkelijk. Wacht, waar is dat ding? In de storm. Nee, kut. Het kut is dat ik geen movement nu heb. Oh my god, twee heavies. En ook niet... Oh my god. Oh my god. Ik heb gewoon die guy uit die fucking mech gebonjourd. Dat was een fucking lekkere kogel, jongen. Oké, wacht. Ik moet wel even zijn loot hebben, trouwens. Oh my god. Hoe is het mogelijk, vriend? Bro, die guy was ook aan het vluchten voor de mech. Heeft hij mijn shit meegenomen vanaf daar? Nee, kut, sorry. Oh my god. Ik nak hier even iedereen gewoon. Oké, ik ga hier even snel naar binnen. Neem even al die fucking shit mee. Ook even die medkit zo. Hoppakee. Neem hem even in. Zo. Oh my god. Wanneer je fucking hoofdpijn hebt en dat ding echt inzet in je kop schiet. Ik schrok me echt dood. Ik heb me echt nog nooit zo doodgeschoten van deze game. Oh my god. Ik weet dat mijn reactie niet echt extreem van me was van... Ah, weet je wel. Maar oh my god. Ik zweer, ik maak geen grap. Ik was daar echt aan het pissen bijna in mijn broek. Hier zijn best wel veel mensen. Ik weet ook niet wat de fuck hier gaande is. Maar ik ga even hi zeggen. Hallo boys. Hallo. Volgens mij zit daar iemand. Oh daar. Oké, okay, nice. Ik wil niet gesnijden worden, dus ik ga een beetje er naartoe. Wat doet deze guy? Volgens mij is deze guy best wel kut. Nou, deze guy weet wel een beetje hoe die moet spelen. In ieder geval zo'n gevoel heb ik. Oh, het is hier zo druk gebouwd dat ik gewoon niet meer... Helemaal naar beneden. Oké, moet zo wel naar C zo. Nice. Wat is deze guy van plan, jongen? Joejoe. Oh my god. Zit daar boven. Oh my god, wat? En die boom hier, jongen. Oh, verschrikkelijk. Oh, het kut is gewoon mijn mes, man.
Oh god. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Ik wil deze kerel echt hebben, maar... Ik weet niet hoe. Zal ik hem gokken? Nee, oké, okay, nu gaat hij pushen. 100%. Hier. God, jongens. Oh! GG. Ja, deze guy had ook 8 kills al. What the fuck? Oh, ik had ook 8 kills. Oh, nee, het 5. Oh, GG. Nou, MLG Petit. Ja, boys, het spijt me zeer. Maar ik heb totaal geen Fortnite gespeeld de laatste tijd. Puur omdat ik ook zeker niet eraan toe was. Ik was echt fucking broke. Maar het was op zich nog gewoon een leuk potje, toch? Gewoon even chill. Even. Ik ga weer in herhaling vallen. Lekker, man. Ai, maar als het nog gewoon goed gespeeld, natuurlijk helaas niet dat winnetje. 5e plek. En het kon hoger zijn natuurlijk, maar deze guy, we hadden hem bijna. Maar ik ben heel erg slow met reageren, omdat ik gewoon helemaal broke ben. Maar jongens, alsnog, hopelijk vond je deze video leuk. Ik ga mijn best doen om natuurlijk beter te worden. Gewoon qua mentaal en hoe heet dat, gewoon mezelf. De game komt wel goed, maar het is gewoon, ik ben echt helemaal fucked up. Dus ik hoop dat jullie alsnog de video waarderen. Dus vergeet niet zeker even de duimpje omhoog te gooien. 1 like is natuurlijk 1 respect. En 1, dat helpt me super erg om natuurlijk waarschijnlijk beter te worden. Dus dat zou super dik zijn als je op de like knopje ramt. En natuurlijk vergeet niet te abonneren. We gaan zitten bijna op die 159.000 abonnees toe. Dus dikke SO naar jullie allemaal. I love you. Want echt, serieus, de support is insane. Super bedankt jongens. En ik zeg tot de volgende keer. Later mensen. Bye bye.